Dit is het verkeersvernaal van woensdag 9 januari. De riolering in de Waldijk Piermontkade, de Koningin Emma Kade en de Stadhouderslaan in Den Haag wordt vervangen. In Den Haag ligt zo'n 1500 kilometer riool. Gemiddeld heeft het riool hier een levensduur van 80 jaar. Het riool in de Waldijk Piermontkade, Koningin Emma Kade en Stadhouderslaan heeft deze leeftijd inmiddels bereikt en is aan vervanging toe. Sinds deze week wordt er gewerkt op de Waldik piermondkade op het stuk tussen de Laan van Meerdervoort en de Groot Hertoginnelaan. De weg moet worden opengebroken en wordt dus afgesloten voor het verkeer. En verkeer wordt omgeleid vanaf de Laan van Meerdervoort over de Groot Hertoginnelaan. De werkzaamheden zullen nog tot eind mei duren. Op de Huis de Hoornkade in Rijswijk wordt naast de 80 jaar oude hoofdriolering een nieuwe riolering aangelegd. En deze is nodig ter voorbereiding op de grootschalige rioolrenovatie van die hoofdriolering, die in 2013 wordt uitgevoerd. Vorig jaar is fase 1 afgerond. Tijdens de feestdagen heeft het werk even stilgelegen en deze week wordt het werk weer hervat. Fase 2 betreft het stuk tussen de Beuklaan en de Tirenskade. De weg is afgesloten voor het verkeer. Voor auto's en fietsers geldt een omleiding en deze staat met gele borden aangegeven. Hou dus rekening met eventuele vertraging. In de bloemenbuurt in Monster wordt ook aan de riolering gewerkt. Sinds deze week zijn de Jan-van-Polanenstraat en de Geesterwijkenstraat afgesloten voor het verkeer. Er is geen omleiding bekend. Hou dus rekening met de enige vertraging in de wijk. De werkzaamheden in de Bloemenbuurt zullen nog tot eind april duren. En dit was het. Heel graag tot morgen bij een nieuwe uitzending. Dag!